Alle COVID-19-maatregelen zijn nog van kracht. Dit zei Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid, gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Ze zei dat de lockdown voor de rivieren aan de oostgrens tot 17 mei gold, maar dat de president geen datum had genoemd over de beëindiging van de lockdown in de kustvlakte. Feira zegt dat er nu weer gesprekken gaande zijn over de lockdown bij de oostgrens. President is akong en as a GN statement, maar voor lek no, alla sa negodoro lek fa attaki. Dat one taki, u abino wang wa lockdown, I begin if you rute nandeti en I waka go mit fif, you rum manteng, u sabi taki, alla den sansa unta de gezondheidsmaatregelen de tang, u sabi taki untaki dat u ubo discussier nanga, alla den vermakelijkheids aangelegenheden. Des maleki, utaku voor scoren, utaku voor noodfonds. Alla den san dat die ego doro lekfa president betaki tak umus do. Dat we werk uitnono de, un horistang, de, evano tamara, dan a woensdag, da a presidenti, o wakti unu te unkbananga alla den kruderi funu, da so, te untakanga eng makandra, da u abwang, wa volledig besluit, Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gaf aan dat er nog steeds mensen zijn die zich niet houden aan de partiële lockdown. Hij zegt dat mensen zich met drogredenen op straat begeven tussen 11 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend. U bent alleen gerechtigd om op straat te zijn als er een noodsituatie is, dan wel als u een pasje heeft. En de procedure van de pasjes, et cetera, is duidelijk bekend. Als u zich beroept op noodsituaties, dan zal dat natuurlijk moeten blijken. En mensen, de politie is niet gek. Dus u kunt 100.000 uitleggen dat u van EHBO komt en dat u van SEH komt. Als u van SEH komt en u bent daar geweest voor een noodgeval, dan moet de arts die u behandeld heeft u een briefje geven waarmee u dan op straat kunt gaan en als u wordt aangehouden door de politie, kunt u dat briefje als bewijs gebruiken. Ik heb met de politie afgesproken dat wij, niemand hoeft mij meer te bellen dan wel een van onze mensen, als ze zijn aangehouden en ze hebben zich niet gehouden aan de instructies die zijn gegeven. De politie zal blijven optreden tegen lockdown-overtreders.